18 juni is Leersum en Valkenheide en een deel van Maarsbergen getroffen door een valwind, waarbij er heel veel schade is aangericht aan de bomen in Leersum. Er zijn 800 bomen verdwenen in het openbaar gebied en duizenden bomen in de bossen. Wij willen als gemeente Utrechtse Heuvelrug de bomen in de openbare ruimte en in de woonstraten van Leersum gewoon weer terugplaatsen. En naast mij loopt Mark Schenkenveld, de bomendeskundige van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En Mark, wat is er nou voor nodig om weer bomen terug te plaatsen hier? Nou, in eerste instantie natuurlijk heel veel bomen. We zijn 800 bomen zijn er verloren gegaan in het openbare gebied. Dus daar is vergt een grote inzet om dat weer te kunnen herstellen. Daarbij natuurlijk ook daarbij horen de financiële middelen, zeg maar. Kijk, als gemeente zijn wij natuurlijk ook niet ingesteld op een dergelijke ramp om dat op te kunnen vangen. Wat hebben we nodig? Ja, diverse boomsoorten. Die zit hier in een stukje landschappelijke overgang uit Utrechtse Heuvelrug, zeg maar. Dus ja, in dit gebied stonden eigenlijk veel eiken en beuken. Ja, deels zullen we die ook wel terug willen planten. Deels willen we ook kijken naar meer biodiversiteit. Dus dat houdt eigenlijk in het toepassen van andere boomtypen ook, zeg maar. Die ook al deels al hier stonden in Leersum. Maar om dat toch ook wel meer verspreid aan te planten. Dus niet meer, één la met één soort, maar ook meer soorten door elkaar. Zo'n lomboklaan als dit zullen we toch wel waarschijnlijk wel als laanelement gaan behouden of herstellen. We zitten hier op de zandgrond, zeg maar. Dus het zijn bomen eigenlijk die goed droogte moeten kunnen verdragen. Ja, dat type bomen willen wij graag terugplanten. Ja, en we hebben dus veel bomen nodig, want 800 zijn er verdwenen hier in de openbare ruimte. Daarom wil ik ook een oproep doen aan de boomkwekerijen in Nederland. Volgens mij zijn er zo'n beetje 3000 boomkwekerijen. Help dat de inwoners van Leersum weer kunnen dromen, dus doneer ons nieuwe bomen. En dat kan via onze website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daar staat een contactformulier op. Dat kan worden ingevuld als u bomen wil doneren. Wat moet dan een beetje de minimale stamomtrek zijn, om dat maar even zo te noemen? Ja, we zijn toch eigenlijk een beetje op zoek naar toch bomen met al wat formaat, zeg maar. Ja. Dus dan denken we toch aan een stamomtrek van 24, 25 centimeter in die orde van grootte. Zodat we toch wel wat volume aan kunnen planten. Dus boomkwekerijen, laat je hart spreken en help de inwoners van Leersum weer dromen met die nieuwe bomen.